Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil eind januari een totaalbeeld hebben van het overheidsapparaat. De online registratie en de registratie in de districten zijn belangrijke instrumenten om aan deze informatie te komen. Minister Bronto Somaharjo zegt dat de registratie moet aangeven hoeveel ambtenaren er zijn en hoeveel daarvan probleemgevallen zijn. Zodat we het overheidsapparaat efficiënter kunnen maken. Wij willen eind januari een volledig rapport geven aan de president. En dan gaan we kijken wat gaan we doen. Gaan we bijvoorbeeld met vervroegd pensioen vrijwillig doen. Gaan we functioneringsgesprekken beginnen. We gaan het aanpakken. Het overheidspersoneelsbeleid, wat valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken, gaan we goed aanpakken dit keer. Somaharjo geeft aan dat hij vanaf zijn aantreden bezig is met het efficiënter maken van het overheidsapparaat. En dit heeft niks te maken met de eisen die het IMF stelt om Suriname te helpen, benadrukt hij. Nou, IMF zal wel zeker houden van efficiënter maken van het overheidsambtenarenapparaat, maar daar was ik al vanaf dag 1 mee bezig, dus dat ligt niet aan het IMF. Dat was minister Bronto Somaharjo van Binnenlandse Zaken. Hij sprak de pers vandaag toe. Kort voor de laatste vergadering van de Raad van Ministers voor dit jaar.